Ja, Norisio Nieveld 0-0 tegen Cambuur. Uh, wat is je gevoel na deze wedstrijd? Uh, ja, gevoel. Ik denk dat 0-0 terechte uitslag is. Dus uh, ik kan wel leven met 0-0 uh, uh, uitslag. Het was een uh, moeilijke wedstrijd. Ik denk dat dat wel de juiste typering is van de, ja, deze match. Ja, sowieso altijd uh, moeilijk Cambuur uit. Uh, ja, we kwamen moeilijk uh, in ons eigen spel. Uh, we hadden moeite om kansen te creëren. Maar goed, we hebben wel uh, goed verdedigd. Dus uh, ja, het resisteert al een 0-0. En dan uiteindelijk moet je tevreden zijn met een punt. Carnaval vrijdag en dan moet je helemaal naar Leeuwarden. Hoe was het gevoel vanmiddag in de bus? <laughs> ja, uh, ja, die jongens uh, hebben er wel zin in, natuurlijk, Carnaval. Maar natuurlijk stond eerst eerste wedstrijd uh, op het uh, menu. En uh, ja, gewoon gefocust op de wedstrijd. En uh, ja, dan uh, is het nu een vrij weekendje. En dus dan uh, kan iedereen doen wat hij wil. Die jongens, uh, je hebt het niet over jezelf. Ben je niet zo'n uh, carnavalsvierder? Nee, 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 ik ben niet zo'n uh, carnavalsvierder. En ik heb uh, ja, nogal wat dingen te doen dit weekend. Dus uh, ik laat het even schieten dit jaar. Maar Toch? Geboren togen Brabanten toch? Ja, klopt. Maar uh, ja, het is niet helemaal mijn ding. Hoe kan dat nou? <laughs> ik heb het wel eens uh, gevierd. Maar uh, ja, ik hou toch meer uh, ja, van andere feestjes en uh, andere dingen. Het wordt geen Alaaf, geen Polonaise, maar uh, druk uh, achter je eigen project aan. Ja, inderdaad. Uh, ik moet nog wat dingen doen. Kawaii wacht op mij, dus uh, <laughs> daar ga ik uh, mee aan de slag.